mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey over de Tundra-run. In deze aflevering plan de campagne, plan de aanpak van de Tundra-run. De band is vierkant en dat hebben we in onze vorige aflevering vervolgens met Joey gedaan met de Tundra-runner en Lesjan die helemaal losging op deze runnen. Dat laten we nu even zien. We gingen in onze vorige aflevering de scooter proberen kapot te maken. Maar niet echt kapot, maar in ieder geval wel zodanig dat er ook iets te repareren valt. De band moest klappen, maar de band is zodanig dik dat dat niet lukte. Want anders zou de scooter echt zwaar overhit raken en dan gaat hij echt kapot. Nou, dat willen we niet, want er zit een Malossi cilinder onder. En die wil nog laten tunen door DDL Tuning in Klaswaal. Afijn, dat terzijde. Vandaag zijn we weer aflevering nummer 3 alweer van de Tundra-runner 180cc, waar we een heel mooi project van gaan maken. Je kijkt naar Volgens met Joey en ik maak scooters. En in dit geval, deze keer is dat een Tundra-runner, want die hebben jullie gekozen op een Instagram, @joeyschaar. Vandaag gaan we verder. We gaan het plan de campagne, het plan van aanpak, gaan we jullie voorleggen. We gaan jullie ook heel veel vragen stellen. We hebben al veel vragen gesteld, we hebben ook heel veel comments al gelezen. En deze keer gaan we ook een beetje een recept maken van wat we dan gaan doen met deze scooter. Maar eerst gaan wij natuurlijk gewoon lekker beginnen met sleutelen aan deze scooter. En wat is sleutelen? Dat ding helemaal uit elkaar halen. En dan komen jullie terug met de vraag van de kleur, de kappen, de spullen, de onderdelen, enzovoort, tuning, TDL tuning. We gaan gewoon aan de slag. In ons vorige video gingen we natuurlijk kijken wat voor vlees we in de kuip hadden achter de kaartkap. Hoe zag de luchtvul eruit? Wat voor transmissie hadden we? Nou, dat hebben we allemaal gezien. Als je het niet hebt gezien, dan moet je als eerste de volgende video terugkijken. En dan weer naar deze video, want anders loopt de volgorde niet correct. Ook deze keer zullen wij weer nieuwe dingen tegenkomen van wat voor vlees hebben we in de kuip. Nou ja, ik zie nu al in ieder geval dat er een alarm in zit. Het hele alarm werkt helemaal niet. En hier zit hij dan, helemaal verkrekkeld. En ik had ook gelezen, ja het ziet er echt niet uit. Ik had ook gelezen op mijn Instagram, @joeyschaar, dat deze scooter op kenteken 14 eigenaren heeft gehad. 14! Dit ding is dus officieel. Ja, we gaan het vandaag weer zien. Wat we in de kuip hebben toch, van vlees. We gaan gewoon even door met sleutelen, zo heb ik jullie terug over dat plan de campagne, plan van aanpak. Dus eerst slopen, strippen. Als we dat hebben gedaan, weten we ook wat we nodig hebben. Zoals, ik zie net dit schermpje. Nou, die is hier gebroken. Wij gaan niet een gebroken scherm op ons rennetje zetten. Hier aan de voorkant is hij gebroken, hij is hier beschadigd. Kijk, kappen die beschadigd zijn en niet gebroken zijn, die kunnen we gewoon herstellen, weet je, laten spuiten. Bij zo'n schermpje, die is gewoon een stuk mis van materiaal van, dus die moet gewoon vervangen worden. Nou, dat soort dingen gaan we zo heel veel bespreken, heel veel laten zien. Dus eerst trekken we uit elkaar, alle kapotte delen leg ik bij A, alle goede delen leg ik bij B en dan moeten we gewoon weer dingen bij elkaar puzzelen, zodat er straks een mooie Tundra-run is. De voorkant ligt nu wel zo'n beetje uit elkaar. Dit ding is absoluut versleuteld. Het is ook niet zo raar naar 14 eigenaren. Ik zie ook absoluut dingen die vervangen moeten worden, zoals de remkabel. Er zitten heel veel schades aan. Nou, hier zien we de kilometerkabel. Heeft ook een heel stuk bloot. Het is echt nog wel een wonder dat hij het überhaupt deed. Het tellertje. Er is niks mis met de teller, hij deed ook gewoon. Hij heeft 16.000 km op de klok. Misschien is het leuk als we een 0 km teller kunnen vinden. Niet omdat het een nieuwe 0 km motorfiets gaat worden, want dat is niet zo. Maar gewoon om het meer aan te geven van hey, dit is een nieuwe start. Dit is sinds hij verbouwd is en dan zijn dat echt kilometers, weet je wel.
met het nieuwe, hoe die dan ook maar gebouwd is. Verder de volgorde van de bedrading, het alarmpje wat ertussen is genaaid. Ja, het is geen fris ding en dat, dat is natuurlijk logisch. En ook helemaal geen probleem, omdat dat is dus waarom een project op project is. Kijk, als je een nieuw voertuig koopt, dan ben je zo klaar en dan is het ook weer, dan ga je voor de easy way. En eigenlijk hebben we dat volgens mij nog nooit gedaan met de projecten die we hebben gedaan. Dus deze keer krijgen we weer een flinke kluif. En ik ga nu heel eerlijk tegen jullie zijn dat deze Gilera runners mijn specialiteit niet zijn. En om die reden zoek ik ook de beste specialist van Nederland die 180c motorscooters maakt. En die het leuk vindt om een keer een aflevering met mij straks dit ding te gaan bouwen. Met DDL-tuning gaan we het blok aanpakken. Dat komt wel goed. Die kunnen er ook onder afhangen en uiteindelijk weer onder terug hangen. Dat is maar geen probleem. Maar zoals hoe de volgorde van bedrading loopt of überhaupt hoe, nou ja, gewoon hoe dat ding in elkaar zit. Daar zijn specialisten voor. Die zijn er ook zeker in Nederland. Als jij er eentje weet, tag hem hieronder in deze video. Of op mijn Instagram. Tag die persoon op mijn Instagram en Joey Schaar. Want dan ga ik die persoon of personen benaderen. Misschien doen we het dan met z'n drie of met z'n vieren. Hartstikke leuk, gezellig. Leren ook nieuwe mensen kennen. En voor alle mensen die een 180er hebben, die kunnen ook weer contact opnemen met die specialist voor hun 180er. Dus het is een win-win situatie. Het mes snijdt aan twee kanten of misschien meer. De runner, voor de rest. De bedrading is gelukkig nog intact. Het ziet er oké uit. Aan de voorkant zien we hier, als we even omdraaien, de contactslotschakelaar. Even kijken of ik hier even zo 1, 2, 3 uit krijg. Ik heb één hand vrij, maar ja, dat lukt. Dan zien we hier dus, deze gaat in je contactslotschakelaar. Nou, dan hebben we het lampje wat ertussen gesoldeerd is. Dat gaan we, allemaal verwijderen, want we hoeven geen alarm in dit ding te hebben. Als je hem buiten zet, is hij toch weg. Ik ga niet tegen jullie liegen. Als je dit ding straks buiten zet, is hij gewoon weg. Dus buiten staan gaat hij niet. De gaskabel, ja, die loopt echt verbazingwekkend goed. De handvaten zijn vies en oud. De remhevels hier zie je ook beschadigd. Gaan we het allemaal vangen, wordt ook waarschijnlijk zwart. Want dat is mooier. Maar de volgorde hier, ja, die loopt gewoon absoluut niet goed. Dat weet ik zeker. Hier zien we ook de remkabel. Er zit ook een vette knik in. En de buitenmantel is los, of in ieder geval een stuk gescheurd. Nou, dat willen we niet zo. Hij moet fris zijn, hij moet vers zijn. De banden moeten allebei vervangen worden. De remschijven, of remschijf, sorry. Het is een single disc. Remklauwtje eventjes fris. Dit is in ieder geval de status van de voorkant tot nu toe. Ik ga nu starten met het demonteren van de achterkant. Gaan we kijken wat we daar nog tegenkomen. En dan ga ik jullie echt, echt heel veel vragen afvuren. Maar dat komt zo meteen. We gaan door met sleutelen. We gaan verder met het uit elkaar trekken van het beestje. Ja, ja. Dit is een klapper. Is hij heel heen? Zo lijkt het. Nee, hij is niet heel. Hij is hier gebroken. Als een mes door de boter. Door de wat? Door de boter. Oh nee, dit is een kanaaleiland alleen. Oké, de Thunderrunner is kaal, jongens. Zo kaal als een... een kale Thunderrunner, juist. Hij is helemaal gestript. Wat betreft kappen, zadeltje, lampjes, kentekentje, alles is eraf. Ik zie een hoop gebroken delen. Ik zie beschadigde kabels. Ik zie kabels lopen op een manier zoals ze niet horen te lopen. Dus er zit zeker wat werk aan de winkel. Ik zie een hele mooie voorvork. Dit is niet de upside-down voorvork, maar de normale. Volgens mij noemen ze dit echt een telescoopvoorvork. Denk ik. Ik ben een sukkel dat ik dat niet weet. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit is een hele fijne, goede voorvork. En we hebben laatst La Chance hier rijden. Dan zie je hem opstijgen, dan knalt die vork uit. Je ziet hem landen, dan knalt die vork in. En deze vork veert gewoon heel lekker. Laat nog hele mooie beelden van La Chance zien, omdat het zo vet is. Oh,
vet, hè? En lieve jongens, voordat ik dit project ging doen, had ik al gezegd, ik heb ook een keer op zo'n runnetje gereden. Dus ik heb ook het materiaal laten zien dat ik op een zilveren runner reed. Wheelies deed, burn-outje deed, allemaal leuke dingen deed. De video die er echt van was, die is offline. Offline, dat betekent niet dat die verwijderd is. Dus ook ik ga jullie nu laten zien wat ik ooit heb gedaan met die runner. Weet jongens dat ik dat toen deed op het afgesloten terrein. Op een welverzekerde runner toen de tijd. En dat ik het wel offline heb gehaald omdat ik gewoon dat bijvoorbeeld niet meer wil laten zien. Maar voor deze video één kleine uitzondering. 15 seconden dat ik de keer ga op een tunde runner. Dus dat was ik op die runner. Reed ook heel lekker, was een mooi ding. De persoon voor wie die runner was, die is hier ooit voor de deur op zijn mijl gegaan toen hij net nieuwe banden had gedaan. Hij was koppig, hij had haast, hij dacht vet op de bocht. Bam, hij lag onderuit. Niet normaal, dat ding heeft namelijk gewoon veel power. Hey, op power gesproken. De runner staat dus klaar, hij is kaal. Ik heb kappen, hier allemaal liggen, allerlei dingen. Ik ga ze even uitsorteren voor jullie. En die zijn beschadigd en die zijn stuk. Ik heb nog nieuwe kappen nodig. Welke kappen laat ik zo meteen zien? Laat ik zo meteen zien op mijn Instagram @joeyschaar. Want het lijkt mij leuk. Ik heb het altijd met de fotograaf. Ja, dat is de fotograaf. En ook zijn Instagram staat in deze beschrijving van de video. Plus, laat het nu even zien natuurlijk. Juist, Lloyd Brown himself. De cameraman en de editor van deze video's. Die was er ook mee eens dat het heel leuk is, denken wij, om met jullie samen echt dit project te bouwen. En wat betekent dat dan? Ik heb zo meteen die kappen nodig. Wie die kappen heeft liggen, sponsor ze of verkoop ze aan mij. Het maakt mij niet uit. Ja, het maakt me wel uit. Maar als je ze wil sponsoren, dan kom je in deze video met je Instagram of iets dergelijks. Maar net wat je wil, of dat we bij jou die spullen komen halen. Of als je ze wil verkopen, dan kan je ze allemaal verkopen. Maar ik heb uiteindelijk gewoon spullen nodig. Zoals kappen. Ik pak er even één dingetje bij als voorbeeld. En volgens mij was het deze kap. Kijk. Deze kap zo van de eerste instantie ziet er oké uit. Ik zal even een stapje achteruit gaan, dan kan je beter zien. De kap lijkt oké, maar niets is minder waar. Want aan de onderkant is hij gebroken. Wij gaan deze runner van begin tot eind weer opnieuw opbouwen. Met in ieder geval herstelde en gespoten kap in de kleur die jullie willen. En hier is hij gebroken, dus deze kap wil ik niet meer hergebruiken voor dit project. Heb jij zo'n kap liggen, rechts, ja rechts zijkant. Nou, dan wil ik die kap wel van jou overnemen of jij mag me sponsoren. Als je me wil sponsoren, dan word je ook zeker beloond in de vorm van een shout-out in de video. Of dat we de kap jullie gaan ophalen. Maar dat is ook iets. Eigenlijk wil ik, als je heel diep in mijn hart kijkt, het allerliefst. Dat, ja, hier zit hij. Hier zit hij en dat klopt. 180 beats nu. Wij willen bij jullie thuis langskomen bij de persoon die kap hebben. Heb jij zo'n kap liggen en wij gaan die van je overnemen, op wat voor manier dan ook. Dan willen we naar jouw huis toe rijden, willen die kap van je overnemen. En dan kunnen we het project compleet maken. Het is heel makkelijk om alle spul overal nieuw vandaan te halen als het überhaupt leverbaar is. Of in ieder geval te kopen daar waar het te koop is. Maar als we het samen doen, als project, als echt ja, community brommer, is ook heel leuk. En dan komen we ook bij jou thuis om wellicht dat onderdeel op te halen. Maar in Limburg, dat gaat mijn laatste ver. Maar zit je gewoon lokaal, zit je in Utrecht, want in Utrecht zitten al die dingen. Of in Almere, of in weet ik wat voor locatie, dicht bij Amsterdam, want daar kom ik dan zelf vandaan. Dan kunnen wij die spullen ophalen. Hebben we een leuke video dat we langs gaan bij Piet. En Piet heeft bijvoorbeeld een krul aan het liggen. Of Puk heeft de kap liggen die we nodig hebben. Afijn, alle spullen die ik nodig heb kun je zien op mijn Instagram en Joey Schaar. Doe mee, help mee en we maken samen dit project tot een succes. De scooter is kaal, de scooter is leeg. Zullen we even kijken of hij nog start? Cool, gaan we naar buiten. Zijn nog start? Het contact heeft helemaal geen zin meer, want de draadboom is niet aangesloten. Dus we gaan kijken of hij zonder aangesloten contact staat en ik denk het wel. Ik heb hier nog losse draden. Dat is van de oude carburateur denk ik. Wow, gekke terugslag. Ja man, ik dacht het al. Ik dacht dat hij zou starten. Mooi hè? Kijk, en als nu deze. Maakt helemaal niks uit, zie je dat? Dus wat we dan doen. Kijk, dat is hem. Zie je? Zo zet je hem aan als je geen contact hebt. Oké. Hey, ik ga je even de scooter laten zien, hè. Oh, daar gaat de kabel. Nu doet hij het zeker niet meer.
We zien hier de scooter is kaal. We hebben hier natuurlijk het uitlaatje. Hierachter zit de ontsteking. De Melotti-cilinder. We hebben hier het olietankje. Aan deze kant luchtfilter. Nou, het leek even de motorblokken laten zien. We hebben hier een hele grote brandstoftank met een hele dikke leiding. Dat vind ik wel geinig, zo dik zie ik ze zelden. Kijk, wat hebben we meer? Een accu'tje natuurlijk. Hier de radiator. Oh, deze lekt nu. Dat mag niet. Er komt slootwater uit. Oh, dat is heel vies. Zo. Zo. En hij start, loopt eruit nog. Maar nu ik een schijn hou, zal hij nog steeds starten dan. Gehoorig hier, dus ik hoop dat je goed kan verstaan. Wat er nu gaat gebeuren is het volgende. Plan de kapaille dus. Plan de kapaille. De scooter is kaal. Het is tijd om weer te gaan starten met bouwen. We gaan beoordelen welke kappen er precies stuk zijn, welke onderdelen moeten vangen. Ook dat windscherm, ook de spiegels, handvaten, remhevels enzovoort. En die gaan we allemaal samenstellen, in ieder geval laten zien. Op mijn Instagram, @joeyscha. Daarin ga ik laten zien welke spullen we nodig hebben. Heb jij die spullen? Reageer op mijn Instagram, stuur me een DM'tje. En dan kunnen wij misschien met elkaar overleggen of ik ze bij jou kom ophalen. En hoe dat dan gaat, eventueel of je ze moet kopen. Of dat je ze aan me wil geven. Allemaal goed. We gaan weer binnen zitten. Op de brug. En dan de volgorde. Dankjewel. Dat ben ik op het einde van deze video, jongens. Plan de kapaille. Hij is gesloopt. Nu gaan we alle spullen verzamelen. Als de spullen verzameld zijn, kunnen we gaan starten met het wegbrengen naar de spuiten. Met het demonteren van het blok, brengen naar de radial-tuning. Uiteindelijk bouwen met een specialist en jullie bepalen wie dat is. Of in ieder geval jullie. Ik hoop dat jullie mij een DM sturen met wie dat dan zou zijn. Of in ieder geval de persoon teken op mijn Instagram. Zodat ik hem kan benaderen voor het heropbouwen van die scooter. Dan gaan we weer bouwen. En als we gaan bouwen, het vervolg wat er daarna allemaal gaat gebeuren, dat is voor later. Nu als eerst de spullen verzamelen. In de volgende video hoop ik dat we jullie dan ook zien. Bij het verzamelen van de spullen te langs gaan bij volgasten. En dankjewel voor het kijken van deze video. Ik ga nog even een potje sporten. Ik hoop dat je dat zo meteen ziet. In ieder geval mijn Instagram @joey ga ik weer dat altijd zien. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. En abonneer op Volgens met Joey dus. Want in de volgende video gaan wij verder met deze Thunder Runner. In één keer bouwen van A tot Z.